Kunstgras kent heel wat toepassingen. Van gazons tot voetbalvelden. Doordat het weinig eisen stelt aan de bodem, wordt het ook op platte daken geplaatst. Zoals bij deze binnenhuisarchitecten. De woning is eigenlijk een woning met op het gelijkvloers al de leefruimtes. En boven heb je eigenlijk een wellnessruimte, zogezegd. Dus je hebt eigenlijk de slaapkamer, een zithoek en dan ook een badkamer. En het is ook zo dat wij dan ook een groot terras, een dakterras wilden eigenlijk. Om, vooral ook om van binnen naar buiten een mooi zicht te hebben. En om eventueel ook eens buiten op het terras te kunnen zitten. Het idee om het terras echt met kunstgras te bekleden is wel later gegroeid. Het was vanaf het begin het idee om iets te doen dat je niet als je boven komt op de dakdichting kijkt, niet op de roofing. Maar we hebben wel wat moeten zoeken om een product te vinden dat eigenlijk hing om ook de dakranden te bekleden en zo, om eigenlijk echt alleen maar het terras te zien. En je merkt ook niet goed wanneer het dak stopt en wanneer dat de tuin bijvoorbeeld begint of de lucht. Dus je ziet echt gras tot op het einde. De mogelijkheden met kunstgras zijn veel ruimer. Deze tuinontwerper bekleedde er zelfs de muren van zijn bedrijfsgebouwen mee. Dit was hier vroeger een gewone cementen muur. En gezien wij ons bedrijf moesten vernieuwen, dacht ik bij mezelf, wat gaan we doen om eens op te vallen? En die past bij het beroep en die past in de omgeving. En met dat we verdeler zijn van kunstgras, hebben we gedacht van, we gaan onze gebouwen in kunstgras steken. Publicitair is het goed, maar het is ook mooi voor de omgeving. Gans het seizoen blijft het groen, dat is heel belangrijk. En het is zeer duurzaam. En is het binnen 20 jaar versleten, ja, dan doe je het weg en dan wordt het gerecycleerd. Kunstgras is verkrijgbaar in diverse kleuren. De decoratieve mogelijkheden zijn daardoor zeer uitgebreid en kunnen tot verrassende resultaten leiden. Voorbeeld in combinatie met kunstwerken. Zoals we hier vandaag zien op het dakterras met het kunstwerk van Nick Irving, die toepassing is, zoals u hier kan zien, met wit kunstgras. Het wit kunstgras zorgt ervoor dat er een mooi contrast is tussen de organische vormen van het kunstwerk en het architecturale gebouw die van 1906 dateert.